Stratus! Oeps. Eventjes de knoopjes dicht. Allebei dicht? Wat doe jij? Laat even weten in de reactie. Wat doe jij? Met, als je een polootje aan hebt. Gruwelijke polo trouwens dit, toch? Ho, Team Strijders Polo. Met onze sponsor erop. Deze kun jij binnenkort kopen. Hou echt eventjes alles in de gaten. Want dit gaat heel binnenkort te koop komen. Zo. Dit. Nee, ja. Lukt ook zo lekker met één handje knoopje dicht doen. Goed. Hier ga ik je ook maar geen tips en tricks over geven. Laat ik dat maar gewoon doen met FIFA 19. Komt eraan. Wat is dit voor intro? FIFA 19 tutorials, de eerste tips en tricks. Met nu vandaag de nieuwe manier van afmaken. Timed finishing. Fucking moeilijk. Echt nog moeilijker dan je knoopjes dichtmaken. Echt, echt moeilijk. Ja, en voordat je nu echt door gaat kijken, klik even op abonneren als je dat nog nooit hebt gedaan. Gratis abonnee worden van mijn YouTube kanaal. Dan mis je helemaal niks van alle video's van FIFA 19. En druk even op dat belletje meldingen. Dan is alles geregeld. Laat in een reactie nog even weten wat voor tutorial jij de volgende keer wil zien. Wat wil jij leren van FIFA 19? Wat is nieuw? Wat vind jij moeilijk? Dan zorg ik dat de volgende video daarover gaat. Yes, en in deze allereerste tips en tricks video van FIFA 19 dus heel makkelijk het timed finishen. Hetzelfde eigenlijk als het driven shot van vorig jaar. Twee keer de schietknop indrukken. Eerste keer lang, tweede keer kort. Het grote verschil met het driven shot van vorig jaar is alleen dat je die tweede keer de schietknop indrukken veel later moet doen dan vorig jaar. Toen kon je gewoon de eerste keer je power geven en bij het tweede keer indrukken bepalen dat je hem laag wilde schieten. Maar nu moet je echt wachten. Je ziet nu boven mijn spelers heel vaak staan te vroeg in het rood of soms vroeg in het geel. In het geel is het minder extreem, maar als je dat doet betekent dat dus dat je tweede keer indrukken gewoon te vroeg is geweest. Je moet daar echt even mee wachten en die timing bepalen is echt hartstikke lastig. Het verschilt ook een beetje per speler. Als jij een speler hebt zoals Khedira, is het veel lastiger om echt goed getimed te schieten dan met iemand als Ronaldo of bijvoorbeeld Dybala. En alles heeft ook te maken met je positie ten opzichte van het doel. Hier zag je Ronaldo alsnog wel een beetje gevaarlijk worden. En hier zie je hem van heel dichtbij een grote kans missen. Puur doordat je het niet goed timed. Het is echt lastig. Echt moeilijk om te bepalen hoe je dat moet doen. Je moet er echt denk ik heel veel uren in stoppen voordat je er echt achter bent. Hoe het precies werkt met het timen. Maar je moet gewoon echt lekker met die trainer gaan spelen. Dat werkt het allerbeste. Ik heb expres die trainer aangezet. Niks voor mij eigenlijk. En heel veel van jullie denken dat misschien ook. Maar doe dat gewoon. Speel met die trainer. Ja, en zoals je zag, scoor je soms alsnog ondanks je slechte timing. Andersom is dat precies hetzelfde, ook al time je soms perfect. Dat wil niet zeggen dat het schot per se een doelpunt oplevert. Zoals je ook ziet, vind ik het heerlijkst om die perfect timing te gebruiken van grote afstand. Die timeshots van grote afstand vind ik fijner dan van dichtbij. Dan heb je het voor mijn gevoel minder nodig. Ik zag veel YouTubers zeggen dat je timed finishing niet moet gebruiken met finesse shots, maar daar ben ik het niet mee eens. Voor mijn gevoel is dat juist heel erg lekker, doordat die timed shots extra power krijgen. En dat is perfect met je finesse shots. Goed, dat was het voor deze video. De timed finish, die heb je nu dus volledig onder controle als het goed is. Ga er lekker mee kutten. Ik moet er zelf ook nog beter in worden. Ik ga je dus nog een keer een video laten zien als ik hem echt helemaal onder controle heb. Hoe je precies goed moet timen en hoe het allemaal werkt. Thanks voor het kijken. Laat in de reactie nog even weten welke tutorial jij de volgende keer wil zien. En vergeet natuurlijk niet om mijn boekie even te kopen als je die nog niet hebt. Met daarin ook heel veel tips en tricks. Vooral algemeen over hoe jij een betere FIFA-speler wordt. Zaterdag aanstaande ben ik in Arnhem om dit boek te signeren, op de foto te gaan en kun je de FIFA 19 demo tegen mij spelen. Hartstikke leuk in boekhandel Heijman Ongerijmd in Arnhem. Laat even weten als je erbij bent. Kom gewoon als je uit de buurt van Arnhem komt. Voor nu, tot de volgende keer. Adios. Ciao.